We moeten geen mondmasker hier dragen. Hè? Nee, doe niet, maar... Ja, we zijn allemaal gescand. In deze... Oh ja. Thank you.
Yeah.
gewoon gedwongen van mij. Want hij werkt. Thank you.
dames en heren, en vooral beste promovendi, een bijzonder goedemorgen gewenst. We zijn zeer verheugd dat we u vandaag mogen verwelkomen op de plechtige proclamatie van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Ik geef graag het woord aan professor Patrick de Baets, decaan van onze faculteit. Beste promovendi, collega's, dames en heren, ik wil u eerst en vooral hartelijk welkom heten op deze plechtige proclamatie. We zijn ook blij dat de coronasituatie toch iets verbeterd is, zodat we een relatief normale proclamatie kunnen organiseren. Ze is weliswaar nog lichtjes anders dan anders. En het zag er op een bepaald ogenblik zelfs niet naar uit dat we een proclamatie met vele genodigden zouden hebben kunnen overwegen. Op het laatste ogenblik was dat blijkbaar toch min of meer mogelijk en dus heeft de PR-cel van de faculteit alles in het werk gesteld om het te realiseren. We zijn daar zeer dankbaar voor, omdat wij de professoren, maar ook de studenten, na een overwegend off-campus academiejaar toch allemaal wel de nood voelden om een echte bijeenkomst te hebben. Een bijeenkomst die draait rond jullie, onze promovendi, die vandaag onze belangrijkste eregasten zijn. Ik verwelkom ook graag de ouders, familieleden en vrienden van onze promovendi. En ook diegenen die ons via de streaming volgen. Beste studenten, jullie ouders hebben de voorbije jaren ongetwijfeld een cruciale rol gespeeld. En vooral ook in dit laatste jaar. Door intens met jullie mee te leven, jullie te steunen wanneer dat nodig was en door er soms eenvoudig weg te zijn. Ook jullie vrienden waren in coronatijd belangrijke steunpilaren om via digitale weg nog een vorm van sociaal contact te kunnen onderhouden. I would also like to welcome the international students who have selected Ghent University to gain international experience and to become proficient in their field. I thank them very much for the trust they have placed in our university, and I now entrust them with the ambassadorship of our university. Verder verwelkom ik in het bijzonder professor Rick van de Wallen, rector van onze universiteit, professor emeritus Jacques Willems, ererector van onze universiteit, en ingenieur Mark Bijst, algemeen directeur Vlaanderen-Brussel bij BASICS. Uiteraard verwelkom ik ook graag alle collega's professoren hier aanwezig. Ik vermeld ook nog even dat hier vooraan aan de tafel de volgende collega's hebben plaatsgenomen. Rector professor Rick van de Wallen, onze onderwijsdirecteur professor Henny de Schepper en onze academisch secretaris professor Philippe de Turk. En dan geef ik nu graag het woord aan onderwijsdirecteur professor Henny de Schepper voor de proclamatie van de nieuw gepromoveerden. Beste promovendi, vandaag is voor jullie en voor ons een bijzondere dag. Een feestelijke gebeurtenis, dat is vanzelfsprekend. En zoals de decaan daar juist al heeft gezegd, zijn we bijzonder verheugd dat we die gebeurtenis ook dat feestelijke kantje hebben kunnen meegeven. Daarnaast is het ook een plechtige gebeurtenis, die zowel een afscheid symboliseert als een nieuw begin. En ik zeg wel symboliseert, want in de praktijk is dat afscheid natuurlijk reeds gebeurd. Een belangrijke periode van jullie leven, jullie tijd als UGent-student, heeft zich afgesloten en een nieuwe fase is intussen gestart. We vonden het als faculteit belangrijk om de symboliek en de tradities die daarbij horen in ere te houden.
Een van die tradities is dat we jullie hebben gevraagd om voor deze gelegenheid toga en baret te dragen. Deze plechtige proclamatie is namelijk vooral een rituele gebeurtenis. Proclameren betekent letterlijk uitroepen. We gaan dus zo meteen uitroepen, symbolisch voor de hele wereld, want in publiek, en dit in naam van de faculteit en de universiteit, dat jullie zijn afgestudeerd. En vanaf dat moment mogen jullie ook desgevallend de titel van burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect dragen, of zich master in de stedenbouw en ruimtelijke planning noemen. Een symbolische daad bij dit proclameren is de volgende. Aan jullie studentenbaret hangt een kwast, officieel heet die de tassel. Die tassel die behoort nu links te hangen aan de voorkant. Straks, wanneer je je naam hoort, sta je recht en draai je de tassel naar de rechtervoorkant van je baret. Doe dit rustig en niet overhaast, zodat je ten volle dit symbolisch gebaar kunt beleven, een gebaar dat aangeeft dat er iets veranderd is. Dat de werkelijkheid veranderd is door je naam op dit moment te noemen. Graag wil ik vragen om bij het rechtstaan ook even in mijn richting of de richting van het sprekersstoel te kijken, zodanig dat ik je dan ook een teken kan geven dat je terug mag plaatsnemen. Ik zou jullie ook allemaal willen vragen om niet tussendoor te applaudisseren, maar het applaus uit te stellen tot iedereen geproclameerd is. Dear graduates, with this official proclamation, we aim at marking a milestone in your lives. The fact that you graduate from the Faculty of Engineering and Architecture at Ghent University. In order to make this moment not only festive but also ceremonial and symbolic, we will respect the tradition of proclaiming or calling out in public the names of our graduates. To add to the solemn character of this event, we have asked you to wear a student gown and cap. I invite you, when you hear your name being proclaimed, to rise and to move the tassel of your cap, which should now be positioned at the left side, from the left to the right. Please do it in a calm way, take your time, so that you can fully seize the significance of this symbolic act, which indicates that something has changed, that we changed the reality by calling out your name today. While doing so, please look in my direction so that I can indicate you that you can be seated again. I also would like to ask you not to applaud in between the respective names. You will get ample opportunity to applaud after all your fellow students have been proclaimed. Oké, dat waren dan de dienstmededelingen en dan gaan we van start. Master of Science in de ingenieurswetenschappen, Civil Engineering, met de grootste onderscheiding, summa cum laude, Lotte Broodkorens. Stef Helderweert. Karel van den Hende. Met grote onderscheiding, magna cum laude, Jona Bracke. Hendrik Klaarbout. Robbe Koels. Arne Dalvink. Louis de Beule. Thijs de Deken. Mathieu de Smet. Wolf-Simon Fleuren, Sander Maanhout. Oh, sorry. Excuus. Als mensen op een ongewone plaats zitten, dan kan ik wel eens in de war raken. Dus Wolf-Simon Fleuren eerst. Ja. En dan Sander Maanhout. Ja. Melissa Spitaals. Hannes van Kouwenbergen. Bram Vlerik. Met onderscheiding, cum laude, Thomas Bartzoen. Ruben Ballegeer.
Kalaerts. Jonas Kool. Bono de Witte. Nathan Dutoit. Vitas Gogaert. Bram Engelbink. Jonas Lapierre. Marie van Kanijt. Pieter-Jan van Kouter. Oei, een klein technisch probleem. Tom van Quali. Jonas van Damme. Simon van de Nabele. Arne van der Meeren. Koenraad van Hulle. Laurens Vermeeren. Nico Verschaven. Kevin Viville. Op voldoende wijze komt Fructo, Eline Cambi, Davy, sorry, alweer een onverwacht moment, Davy Capelle, Lucas de Velter, Xiangyu Kong, Lipeng Ma. Master of Science in de Ingenieurswetenschappen Architectuur. Afstudeerrichting Architectuur, Ontwerp en Bouwtechniek. Met de grootste onderscheiding summa cum laude. Anneleen Bollé. Wannes Kools. Katrien de Vos. Jules Fokke. Arno Goedevroo. Judith Hanen. Seppe Heide. Kaat Janssens. Met grote onderscheiding, magna cum laude, Julie Appelmans. Emma Bekaert. Laure Boekenoge. Marie de Groeve. Zoe de Munk. Nico de Plekker. Robin Fijs. Geneviève Gilbert. Nicolas Gilbert. Julie Helewoud. Arno Huilebroek. Oh.
nog een klein technisch probleem. Okay. Mathilde Jezik. Emile Marlijn. Arthur Mestach. Ulrike Peerlink. Kim Peters. Chiran Potier. Raphaël Roland. Yekaterina Roslevich. Ulrike Semezel. Cedric Snaat. Ayen Spriet. Robbe van den Broeke. Cas Verstraeten. Lode Vertongen. David Vrambout. Halewin Zwanepoel. Met onderscheiding, cum laude, Ruben de Blazer. Helena de Gank. Maurice de Meijer. Fabian de Vriend. Ismahem Gazdala. Dieter Gommers. Valentin Goossens. Pebbles Maas. Sophie Praat. Nicolas Stevens. Wannes Sukaat. Sarah Uitenhoven. Arno van den Heuvel. Matthias van de Pitte. Jannes van der Kammen. Merel van der Weeën. Emma van de Stenen. Juri van Houwaard. Kobe Verhouwaard. Antje Verhellen. Jarno Verlinde. Op voldoende wijze komt Fructu, Rizwan Shamim, Mathieu van Leemputten. Afstudeer richting stadsontwerp en architectuur. Met de grootste onderscheiding summa cum laude, Thibaut de Smet. Lena Oussala. Laura van der Mijnsbrugge.
Met grote onderscheiding magna cum laude, Theresa de Kok. Anse de Meulenaar. Lucas de Smet. Thibaut de Vlies. Aline Dries. Dan kom ik nu nog even terug op Arno Huilenbroek. Laure Machtelings. Vesara Molla. Nathalie Peters. En dan kom ik ook nog even terug op Jekaterina Roslevitsch. Amélie Thomas. Lisa van Haverbeke. Emmeline van Rooij. Toon Vierbergen. Met onderscheiding cum laude, Helinde Kasteels. Pieter Hageman. Josephine Hoeré. Robin van den Bussen. Jotte Verhebt. Op voldoende wijze cum fructu Anton van Neuvillen. Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning. Met grote onderscheiding magna cum laude. Beau Billet. Anja Bloemen. Lieselotte Moeres. Simon Steegmans. Lisa van Doorselaren. Met onderscheiding cum laude Sophie Kerwin. Allard Kleinhuis. Matthias Smeekens. Karel Verkruijsen. Jolijn Vermeer. Op voldoende wijze cum fructu Mathieu Thibault. Geachte aanwezigen, ik heb u daarnet gevraagd om niet door de proclamatie heen te applaudisseren. Dit niet enkel voor een vlot en gestructureerd verloop van de proclamatie, maar omdat wij menen dat alle gepromoveerden onze hartelijkste gelukwensen verdienen, ongeacht hun graad of score. Daarom vraag ik aan alle gepromoveerden om opnieuw recht te staan. I invite all graduates to rise once more. En wil ik u allen nu uitnodigen om uw waardering voor hen te tonen met een warm applaus. Beste gepromoveerden, in naam van alle professoren en van alle leden van onze faculteit, van harte gefeliciteerd. En we wensen jullie ook een stralende toekomst met het behaalde diploma en veel geluk in het leven. Dear graduates, allow me to congratulate you on behalf of all of your professors and of all collaborators of our faculty and to wish you a bright professional future with your obtained diploma and all the luck in life. Gaat u zitten, please be seated.
Tijd om even te verpozen en u te laten genieten van onze muzikale gasten. U kon ze daarnet aan het begin al horen. Het jonge accordeonduo Louis de Bakkere en Louis Verkammen verzorgen de muzikale omkadering van deze plechtigheid. Beiden volgden ze de opleiding klassieke accordeon onder leiding van Philippe Thuriot aan het Casque Conservatorium van Gent. Louis Verkammen studeerde dit jaar af aan het conservatorium. Louis de Bakkere combineerde zijn muziekstudies met een opleiding in ingenieurswetenschappen aan onze faculteit. Tijdens dit eerste muzikaal intermezzo speelt Louis de Bakkere de prelude uit Bach Werkenverzeichnis 543 van Johannes Sebastian Bach. Dit stuk bestaat uit twee delen, een prelude en een fuga. De fuga is een complex werk waarin een hoofdmotief steeds gevarieerd en herhaald wordt. Om de luisteraar voor te bereiden op de fuga, wordt een inleiding gespeeld, de prelude dus. Het is typisch vrijer van stijl en technischer dan de fuga. Louis speelt vandaag de prelude in La Plaine. Thank you.
beste kersverse ingenieurs en gepromoveerden. Jullie band met de universiteit en de faculteit stopt natuurlijk niet na deze plechtige proclamatie. Onze alma mater heeft een eigen alumni-platform, Infinitum. Maar daarnaast hebben wij een heel actieve facultaire alumnivereniging, AIG. En binnen AIG is er Engage, de jongerenafdeling van AIG, waarmee we jullie graag laten kennismaken. Je hebt jarenlang gezwoegd en talloze examens afgelegd, maar eindelijk is het daar, je ingenieursdiploma. Proficiat, maar wat nu? Je staat aan het begin van een boeiende weg. INET is een community van ingenieurs die je helpt bij het bouwen van die weg. Hoe maak je een cv? Hoe moet je solliciteren? En hoe hard kan je onderhandelen over je loon? Dit leer je niet aan de universiteit, maar vereist praktijkervaring. De INET community heeft massa's ervaring en internationale contacten om je hierbij te helpen. Speciaal voor jullie, de Young Potentials organiseert INET Jongeren tal van activiteiten. Je kan er je soft skills bij schaven en je netwerk uitbreiden. Een netwerk moet je niet alleen uitbreiden, maar ook onderhouden. AIG is jouw alumnivereniging en organiseert activiteiten om in contact te blijven met je oud-studiegenoten. Op professioneel vlak bieden evenementen zoals TechBoost of Update at Campus een echte meerwaarde voor je ingenieurskills. AIG is de link tussen jou en de UGent. We houden je als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen aan je alma mater en het nieuws van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Als lid van AIG onderhoud je niet alleen contact met je studiegenoten, maar ook met de bedrijfswereld. Hier zie je alvast enkele van onze partners. Trouwens, update zeker je gegevens in Infinitum. Dit is het nieuwe platform van de UGent om in contact te blijven met al je studiegenoten. Wil je het studentenleven nog niet volledig vaarwel zeggen? Sluit je dan aan bij Engage, de afdeling van AIG voor Young Graduates. Je kan gratis naar talloze evenementen van je favoriete studentenvereniging gaan. Denk maar aan de VTK Lente 5, het Galabal, activiteiten van Hermes of de plateaukringen Poetrix, Seneca, Pecarus, Macht en Beam. Naast vaste afterwork drinks in Gent organiseert Engage ook tal van activiteiten die een echte meerwaarde bieden voor pas afgestudeerde ingenieurs. Van praktische workshops en lezingen tot culturele en sportieve activiteiten. Lid worden van INET, AIG en Engage is extra voordelig dit weekend. Voor slechts €30 ben je lid tot het einde van volgend jaar. Word deel van de ingenieurscommunity. Maak je nu lid op aig.ugent.be. Beste pasgepromoveerden, zoals jullie in het filmpje konden zien, biedt het lidmaatschap van onze facultaire alumnivereniging veel voordelen. We raden jullie dan ook aan om straks tijdens de receptie langs te gaan bij de stand van AIG, waar je onmiddellijk je lidmaatschap kan regelen. Ik geef dan nu graag het woord aan professor Philippe de Turk, academisch secretaris van de faculteit, en voorzitter van de facultaire alumnivereniging AIG voor de uitreiking van de prijzen. Geachte kersverse ingenieurs, geachte dames en heren, geachte collega's. Als voorzitter van de Vereniging voor Afgestudeerde Ingenieurs aan onze faculteit is het mijn genoegen om jullie als lid te verwelkomen. Als lid kan je deelnemen aan zeer vele interessante activiteiten en lezingen, speciaal voor ingenieurs in de praktijk
en kan je bovendien ook contact houden met je studiegenoten en met je faculteit. Dus van harte welkom als lid van je alumnivereniging en om straks aan de AIG-stand je lidmaatschap te activeren. Dear international graduates, it's my sincere pleasure to invite you to become a member of the Alumni Association of our faculty. As a member, you can participate to various activities and lectures, and you can stay in touch with your fellow students and with your faculty. You are most welcome, and thank you for activating your membership today. The Alumni Association also recognizes meritorious students and engineers in practice during or through an awards program. De alumnivereniging reikt inderdaad elk jaar verschillende prijzen uit aan verdienstelijke studenten en ook aan ingenieurs in de praktijk. Zo vindt op maandag 15 november het AIG Engineer of the Year 2021 event plaats, waar de nieuwe Engineer of the Year zal bekendgemaakt worden. Next, I will also announce the winners of the Basics Award, sponsored by Basics as a partner from industry. And the information about the partners from industry is available in the program brochure that you received. Ik wil nu dan ook graag overgaan tot de prijsuitreikingen. En ik wil graag de studenten die een prijs winnen vragen om naar voren te komen om deze prijs in ontvangst te nemen. I will now announce the award winners and invite them to come to the stage. There are in total 4 award winners in this session. De eerste prijs is de kloketprijs. Die wordt uitgereikt aan de meest verdienstelijke student, burgerlijk ingenieur, architect, gezien over de volledige duur van zijn of haar studies aan de faculteit. De kloketprijs 2021 gaat naar ingenieur-architect Thibaut de Smet, afstudeerrichting stadsontwerp en architectuur. Het is mijn genoegen om ook voor het eerst de prijs Sakkesijn uit te reiken. Deze prijs komt voort uit het legaat van Wijlen de Geer Sakkesijn en gaat naar de student met de meest verdienstelijke masterproef in de ingenieurswetenschappen richting bouwkunde. De prijs Sakkesijn 2021 gaat naar ingenieur Karel van den Hende voor zijn masterproef met als promotor professor Wim van Papenhem. Ik wil nu graag de vertegenwoordiger van het bedrijf Basics, ingenieur Mark Bijst, uitnodigen om vooraan plaats te nemen om de prijs te kunnen overhandigen. De prijs Basics 2021 wordt uitgereikt aan ingenieur-architect Katrien de Vos en ingenieur-architect Seppe Heijden, voor een masterproef met als promotoren professor Nathan van den Bossen en professor Marijke Steeman.
Van harte proficiat aan de vier prijswinnaars en ook veel dank aan de vertegenwoordiger van het bedrijf Basics. Dank u wel. Nogmaals een dik proficiat aan alle prijswinnaars. Ik nodig nu graag ingenieurarchitect Nathalie Peters uit om naar voren te komen. Zij zal spreken in naam van alle pas gepromoveerden. Ja. Misschien voor ik begin. Ik heb in de laatste 22 jaar nog niet traag leren praten, dus ik weet niet wat vandaag zal lukken. Geachte heer rector, geachte heer ererector, geachte heer decaan, beste professoren en medewerkers van faculteit, beste medestudenten en beste ouderen, iedereen die aanwezig mag zijn. Een einde van het hoofdstuk. Ja, yeah, guys, we made it. 5 jaar geleden, voor sommigen 6 of 7, zijn we het met volle moed samen en met nog heel veel groen achter ons oren aan het avontuur begonnen. Ik kan me als de dag van gisteren de eerste dag atelier herinneren. Ons eerste project, een opblaasbaar kussen, waarin we samen konden genieten van onze eerste pintjes. Na een zware eerste 2 jaar, ik denk aan de burgers met Wiba, calculus bij Henny, lang leven de liberaties. Stresserende eerste juries, late avond atelier, ellenlange fietstochten naar Zwijnaarden en kleine vriendenkringen groeiden we in de bachelorjaren ook meer en meer naar elkaar toe. Het organiseren van het kerstfeest in de derde bachelor was een schot in de roos. Eentje dat niet beter kon aangevuld worden dan een tripje naar Bordeaux. En vooral een nachtelijke uitzet die we niet snel zullen vergeten. Helaas, en tot ieders groot spijt, werd de master een sociale uitdaging. Ik weet nog hoe ik met een groepje vrienden al lacht aan tafel zat toen de aankondiging van het sluiten van onze faculteit binnenkwam. Tot na de paasvakantie grapten we. Wat een mop. Een mop die deels, maar langs de andere kant ook niet werd goedgemaakt. Het jaar erop door een meer dan geslaagde online versie van de Jokerweek. Wat nogmaals de kracht van ons jaar heeft getoond. Wat we allemaal samen kunnen bereiken. Het werken in team dat we in onze opleiding geleerd hebben. Wat onze richting en al het zwoegen en zweten om het diploma ons ook nog geleerd heeft, denk ik persoonlijk, is dat we iets moeten doen waar we echt gepassioneerd voor zijn. En dat we deze passie altijd met ons moeten meedragen. In ons leven en in ons latere werk. Architectuur, stedenbouw en bouwkunde is simply just a way of life. In naam van alle studenten zou ik graag de ouders, broers en zussen, grootouders, lieven, iedereen die hierbij mocht zijn, iedereen die thuis kijkt en iedereen die ons hart meedragen, willen bedanken. Zij die voor vele studenten studeren een mogelijkheid hebben gemaakt. Voor de emotionele steun, bij de zoveelste breakdown voor een project of een jury, waarbij je midden in de nacht nog muren aan het plakken bent. Allee, dat is bij mij toch het geval. En ook voor de leerstof wat er gewoon echt niet inging. Ook bedankt aan de decaan, de faculteit, de rector, de verschillende vakgroepen en de verschillende vakgroepvoorzitters, vorige en huidige. De mensen van het secretariaat en van de bibliotheek, het OCA, de FSA. Alle professoren die het genoegen en het ongenoegen gehad hebben om ons af en toe iets bij te leren. Om voor ons te staan, de afterclass babbels, hun begeleidingen en hun inzet. Ook bedankt aan het academisch personeel, de begeleiders, de assistenten. Ik kan me niet inbeelden wat voor noloze dingen ze allemaal wel niet gezien hebben in onze eerste bachelorjaren. Ook bedankt aan het ondersteund personeel. Inge, Christophe, Bart, Pierre, de kuisploeg, die telkens opnieuw de moed moest verzamelen om het atelier na een juryweekend te kuisen. En iedereen die ervoor zorgt heeft dat Plateau en Zwijnaarden een tweede thuis zijn geworden voor ons. Bedankt aan de verschillende studentenverenigingen, VTK, Poetrix, DLK en degene waar iedereen aan verbonden was. Om er met talloze activiteiten, van uitgaan tot culturele evenementen en sportgelegenheden te zijn voor hun studenten. Want let's face it, studeren draait niet enkel om het studeren alleen, maar ook om de naschoolsactiviteiten, waardoor die les van 8:30 net niet haalden of met heel veel koffie en heel kleine oogjes. Maar voornamelijk, en ik ga het durven zeggen, wil ik onszelf bedanken dat we beat the odds and got a degree. Het is uiteindelijk wij zelf die het harde werk moeten leveren en 5, 6, 7 jaar moeten doorstaan. En laten we eerlijk zijn, makkelijk was het niet. Ik denk dat we er 1 voor 1 wel eens hebben doorgezeten, hoe sterk we ook zijn. Bedankt voor de ontelbare mooie momenten die we de afgelopen jaren hebben mogen meemaken. De vriendschappen die opgebouwd zijn en nog een eeuwigheid zullen meegaan. De koffiebreaks in het salon, de late juryavonden in het atelier, de begeleiding van ouderjaars, de platopen, danspartijen tot de 5e in de Delta, Wildcat, Sioux, EM Club, noem maar op. De Peters en Meters die ons voorzien hebben van documenten, de FAPMAP, VTK WIPI, maar ook de buitenlandse
reizen waar banden gesmeed zijn. En last but definitely not least, een groot bedankje aan de koffiemachine op de zolder en aan die bij VTK rood, blauw of pie, ik weet nog altijd niet echt waar, om slapeloze nachten goed te maken en een betrouwbaar comfort te zijn. Het gaat jullie goed, op ons, op afstuderen en op levenslange vriendschappen en herinneringen. Stuur je daar maar eens goed de benen op los vanavond. And never forget, meten is weten. Bedankt, Nathalie. We maken nu nog even tijd voor onze muzikale gasten. Tijdens het tweede muzikaal intermezzo krijgt u Disco Tango van Petri Makkonen te horen. Petri Makkonen, een Finse componist en accordeonist, schreef al heel wat werken voor verschillende bezettingen met accordeon. Disco Tango is daar eentje van. De groove van de disco is direct van in het begin te horen. Het stuk gaat dan over naar het tweede deel, een uitgeschreven improvisatie, en evolueert verder naar een climax van clusters, een bundeling van allemaal noten die tegelijkertijd worden aangetokkeld. Louis Verkammen speelt voor jullie zijn versie van dit muziekstuk. Thank you.
dan geef ik nu het woord aan de decaan, professor Patrick de Baets, voor zijn toespraak. Meneer de rector, meneer de ererector, mevrouw de onderwijsdirecteur, meneer de secretaris, dames en heren hier in de zaal, dames en heren thuis, beste jonge collega's. Ik weet eigenlijk niet of ik na zo'n schitterend stuk muziek nog moet spreken. Daar is alles gezegd. Een fantastische combinatie van techniek en gevoel. Dat is het wat we vandaag eigenlijk vieren. Neem allemaal uw stilo, schrijf op Louis Verkammen. Je zult er binnen een aantal jaar nog veel van horen. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel, Louis. Ik zei het al in mijn inleiding, het was niet zo zeker dat we hier vandaag zouden kunnen zijn. Dat weten jullie allemaal, we hebben een moeilijke periode achter de rug. Veel verschillende scenario's hebben we moeten bedenken. Wat in geval van, met ouders, zonder ouders, streaming, geen streaming, tent, geen tent, drank, geen drank, eten, geen eten, masker, geen masker. Een heel erg moeilijke tijd, maar dankzij onze PR-cel en de medewerkers zijn we dan toch gekomen tot deze plechtige proclamatie. Ik ben dus heel blij dat die ploeg zich daarvoor ingezet heeft. Vooral ben ik zeer blij dat Marijke de Keizer, die u hier al hoorde, de kar getrokken heeft, als ik het zo mag zeggen. En alles in het werk gesteld heeft om dit te kunnen laten doorgaan. En ze regelt alles tot in de puntjes. Net voor ik hier binnenkwam, zei ze, u zou toch uw speechje moeten beperken. 10 minuten, max 10 minuten. Nu, Nathalie, spijtig, ik heb nooit leren praten zo snel als jij dat kunt. Dus ik ben niet helemaal zeker dat dat gaat lukken, die 10 minuten, maar ik ga toch mijn best doen. Dus we weten dat COVID, corona, hoe dat u het allemaal wil noemen, dat ons leven verstoord heeft. Ook voor jullie studenten was het geen leuke tijd. Jullie sociaal leven was uiteraard sterk verstoord, alhoewel dat ik wel de indruk had dat jullie daar wel creatief mee omgingen. Zoals verstoppertje spelen achter de wagens tijdens de avondklok, zo 's nachts, om niet opgemerkt te worden. En dan bij elkaar op kot zitten en dan 's morgens vroeg om 6 uur dan daar verdwijnen. Nooit zoveel volk gezien om 6 uur 's ochtends op straat. Dus het is eigenlijk wel gelukt, denk ik. Uw studieleven was ook wel wat anders. Hè. Eenzamer, uiteraard, achter een schermpje, met beperkte interactie. Er werkt meer zelfdiscipline van jullie gevraagd, dat weten we. Maar jullie hebben het wel gedaan. In particular, the lives of our foreign students were disrupted. You, the foreign students, you were coming from all over the world and you have chosen our university to gain knowledge, but also to make new contacts. The latter has certainly been a lot less evident, and you had to spend many hours alone in your dorm. Nor was it possible to integrate you in our usual way into our research groups and the busy atmosphere that usually prevails there. We kept in touch online, but that certainly did not give the same satisfaction. Certainly not. Nevertheless, I hope that your stay in Ghent has been an enriching and somewhat pleasant experience. And at the same time, I hope that you will stay in touch with our university in one way or another. Kortom, wij, de faculteit, en jullie hier allemaal allicht ook, zijn blij dat we het afstuderen kunnen vieren. Wat betekent dat eigenlijk, afstuderen? Het betekent zonder twijfel het afsluiten van een bijzondere periode. Ik weet niet helemaal hoe jullie zich voelden de eerste dagen aan de UGent en hoe jullie die eerste dagen, ik hoor 5, 6, 7, 8, 9 jaar geleden, ervaren hebben. Wellicht een beetje onwennig zeker. Maar met de hulp van medestudenten, van medewerkers van de faculteiten, van de studentenverenigingen, VTK, Loeiende Koe, Hermes, werden jullie geïntroduceerd in wat we dan zouden kunnen noemen het rijke studentenleven.
ik moet, het is misschien zelfs beter voor de ouders dat ik niet beschrijf wat dat allemaal inhield. Wat het ziek niet inhield, denk ik, of toch ziek niet bij de loeiende koe, is omgaan op een respectvolle manier met de tassel, het vlosje dat aan de... Ja, ik ga niet verder zeggen. Beste ouders, ik verzeker u dat u allemaal zeer goede studenten had die hun leven hebben gewijd aan rust en studie. Zoals in de kloosters destijds. Jullie leerden, beste studenten, bij ons rationeel analyseren. Dat was het eerste wat jullie leerden. Logisch denken, structureren, uiteenrafelen van problemen, van grote problemen tot kleintjes die dan oplosbaar zijn. We leerden jullie het belang van generieke kennis, dat is een van de sterktes van onze faculteit, generieke kennis opdoen die dan in verschillende domeinen kan worden toegepast. Dat vormt de basis van jullie carrière, of jullie nu in de techniek gaan blijven of een andere richting uitgaan. Dat maakt niet uit, die sterke vorming is een heel stevige basis. We leerden jullie ook werken, denken we. Veel werken. En ook plannen en organiseren. En maak u geen illusie, dat is niet voorbij. Dat zal uw hele leven lang zo zijn. Werken, plannen en organiseren. Het ingenieursberoep dat jullie gaan uitoefenen, zal blijken veeleisend te zijn. De bedrijven, en ik kijk even links van me, die weten dat jullie goed gevormd zijn. En die zullen daar ook gebruik van maken. Dan leerden we jullie ook de soft skills. Omgaan met presenteren, discussiëren en ook omgaan met emoties en subjectieve ervaringen en onzekerheid, ook in technische materies. We hebben hier een lichting, burgerlijk ingenieur architecten, die gaan heel vaak om met subjectieve gevoelens in hun ontwerpen, die dan uiteindelijk wel technisch worden. En natuurlijk ga je dus een beetje uit van intuïtie en spontaneïteit en verbeelding om zo'n ontwerp te maken. En uw ratio zal u, en in uw opleiding zal u leren met deze emoties om te gaan en vooral na te gaan of je intuïtie je niet bedriegt. En tot slot leerden we hoorden het al, samenwerken met mensen, teamwork. Dat is misschien wel het moeilijkste dat er is, dat samenwerken. In je job zal je dat heel vaak moeten doen. Je gaat moeten meewerken met mensen, leiding geven aan mensen. En dat zal een uitdaging zijn. Waar mensen zijn, heb je ook emoties. Je hebt er blijdschap en verdriet, je hebt er hoop en wanhoop, tevredenheid of ontgoocheling, misschien angst of boosheid. En al die gevoelens moeten ook in de werkomgeving een plaats krijgen. Soms gaan jullie steun kunnen gebruiken, maar heel vaak gaan jullie steun moeten geven, mensen begeleiden, motiveren en inspireren of aanmoedigen. Nu, met al die bagage die ik opsomde, zijn jullie gaandeweg geëvolueerd van de onwendige startende student tot nu de jonge ingenieur die vandaag zijn beroepsloopbaan zal aanvatten. En dat is dan de tweede betekenis van afstuderen. Dus naast een periode afsluiten, ga je een nieuwe periode starten. Nieuwe verantwoordelijkheden opnemen en je leven een nieuwe wending geven. As I said, gradually you evolved into young engineers who will start a professional career. And that's the second meaning of graduation. Starting a new period. Taking on new responsibilities, giving your life a new direction. The first one was ending a student period of study and entertainment, and now the serious work starts. Can I afford to give him some good advice? Well, do what you want. But always remain an engineer. Use the talents you have, the attitudes that we taught you, the working methods of a good engineer, and always strive for quality. Concentrate as much as possible on the content and don't limit yourself to packaging, selling things, framing and explaining and telling stories. It can be necessary, but don't overdo it. Don't let communication take over from content.
as I already said, take your responsibility in different fields. It can be in design, in maintenance, in inspection, in technical field, or in cooperation with people. And don't forget to be good with yourself. Don't forget yourself and keep a good balance between work and rest. Try to live a healthy life and master the art of dosage. Don't want too much. Don't put salt on every snail's head, but make choices. Decide for yourself what you find important and live by it. And also don't forget your surroundings. You will achieve so much more if you take into account the people around you and with whom you live together every day. You can achieve much more together than alone. Take care about that people and act ethically. Never do anything to anyone that you don't want to happen to yourself. And put the common good before your own interest. Finally, be ambassadors of our faculty. Be proud of our faculty and let us be proud of you. And maybe do some little advertising for your faculty now and then. Beste studenten, eigenlijk geen studenten, jonge collega's, beste ouders. Ik sprak daarnet al over emoties, over blijdschap. Maar onder emoties kunnen we misschien ook dankbaarheid rekenen. Nathalie heeft het al gezegd. Dankbaarheid jegens de ouders, maar het is misschien verloren gegaan in al de boodschappen die we brengen. En vandaar dat ik het nog eventjes herhaal. De grootste dank die jullie, jonge ingenieurs, kunnen uitspreken is jegens jullie ouders. Omdat ze onder andere jullie shotjes hebben gesponsord en omdat ze ook veel met jullie hebben meegeleefd. Ze zorgden voor de materiële ondersteuning, maar ze waren vaak even zenuwachtig als jullie tijdens de examens. Ze beleefden ook mee jullie groeipad, jullie volwassen worden, jullie vele zoeken, soms aarzelen. En gelukkig ook vaak jullie vinden. We, dat zijn wij, de faculteit, maar ook jullie ongetwijfeld, de jonge afgestudeerden, willen jullie ouders warm feliciteren voor alles wat ze gedaan hebben. En de ouders willen we ook warm feliciteren met het diploma dat zoon of dochter heeft gehaald. In een normale setting, als het geen coronatijd was geweest, had je altijd een spontaan applaus, maar dat is wat verloren gegaan door de COVID. Nu we toch aan het danken zijn, ik heb het al gezegd, we danken de accordeonisten en al de mensen die deze gelegenheid vandaag hebben mogelijk gemaakt. Maar we willen jullie vooral danken dat jullie de faculteit hebben gekozen om jullie opleiding er te krijgen. En niet alleen wil ik jullie danken, ik wil ook graag enkele beloftes uitspreken. Aan de studentenvertegenwoordigers zitten er een paar hier in de zaal. Dat zijn de studenten die naast hun studies ook meewerken aan de organisatie en de kwaliteitsbewaking aan onze faculteit. Van wie ik dan af en toe goede raadgevingen krijg, af en toe een keer een aanmoediging, heel vaak ook kritiek. Specifiek voor de studenten in architectuur, vaak krijg ik zo wat kritiek over de zolders van de plateau, dat niet meer echt up-to-date is en zo. Wel, ik beloof u, en ik weet dat het beslist is door de universitaire overheid, de opleiding architectuur verhuist van de plateau naar het technicum. Dat is het interbellumgebouw hier naast de UFO, waar een volledige blok zal ingericht worden, gerestaureerd, gerenoveerd en ingericht voor de architectuuropleiding met grote werkhallen waar allerlei vormen van projecten en atelierwerk zullen kunnen worden uitgevoerd. Dus ik zou zeggen, voor de bouwkundigen die misschien nog architectuur willen studeren, het is het moment om u in te schrijven. Dan wil ik ook nog aan iedereen beloven dat je altijd welkom bent aan onze faculteit. Onder andere bij onze Academie voor Levenslang Leren
draagt nu nog de naam UGain, zal misschien van naam veranderen, omdat dat een samenwerking is tussen onze faculteit, de faculteit bio-ingenieurs en straks ook de faculteit wetenschappen. Dus je bent welkom voor bijkomende opleidingen. Indien je later ooit advies nodig hebt van onze laboratoria, staan we ter beschikking. En indien jullie bepaalde wetenschappelijke onderzoeksprojecten wensen uit te voeren, dan kan je ons vinden via de gekende kanalen. En ook gaan we jullie helpen in het maken, vormen van netwerken. U weet, dat is heel erg belangrijk om snel vooruitgang te maken. Werd reeds toegelicht door het filmpje van INET, gemaakt door Engage. Dat zijn dus jonge afgestudeerden die dat filmpje gemaakt hebben. En AIG is, zoals al aangegeven, een zeer interessant en eigenlijk relatief goedkoop kanaal om snel een netwerk uit te bouwen. En u zag het is vandaag in braderie. U krijgt er dus nog een beetje korting bij. Er is een AIG-stand hier in het UFO en daar kan je van alles krijgen. Ook dingen waarvan ik niet altijd het nut van inzie. Toen ik spreek 30 jaar geleden nog in de middelbare school zat, werd ik onderwezen in de werken van barmhartigheid. Ja, ik weet, u kent dat niet. Dat is niet erg. Je zult er een paar kunnen toepassen. De dorstigen laven, daar is er eentje van, dat is voor straks. En dan heb je ook de naakten kleden. En u Gent wil daar zijn steentje toe bijdragen. U krijgt een paar sokken. En u krijgt uw baret. En daar kun je al mee starten alvast. Dank aan meneer de rector om dit jaar de baret aan de studenten te willen schenken. Ik denk dat mijn tijd om is. Dus ga ik stoppen. Ik wens jullie allen een zeer boeiende en aangename job toe, waarin je je talenten verder kan ontwikkelen en nog veel kan bijleren. Ik wens jullie ook zeer veel geluk in jullie gezin, als tegengewicht voor hun beroep. En aan allen hier aanwezig, aan de jonge afgestudeerden, maar ook aan hun ouders, ook aan de grootouders online, aan de lieven. Het was zo een hele opsomming van mensen die er waren. Wel, al die mensen wens ik zeer veel geluk toe. En vooral op de eerste plaats een zeer goede gezondheid. Ik zou graag hebben, beste jonge ingenieurs, dat jullie succes boeken, zowel in jullie professioneel als in jullie privéleven. Jonge collega's, geniet van deze dag. Geniet van de toekomst. Geniet van het leven. The faculty wants to congratulate you with your diploma and to wish you all the best. Thank you. Dames en heren, professor Riek van de Wallen, rector van de universiteit, zal nu de gepromoveerde toespreken. Ook aan mij heeft Marijke gevraagd om het heel beperkt te houden, te beperken tot 10 minuten. Ik heb uit de toespraak van de rekaan heel veel geleerd, onder andere het feit dat 10 minuten een rekbaar begrip is. En ik ben daar zeer, zeer blij mee. Ik zal toch mijn best doen. Meneer de decaan, mevrouw de onderwijsdirecteur, meneer de academisch secretaris, meneer de ererector, collega's, studenten, afgestudeerden inmiddels, beste ouders, familie en vrienden van deze afgestudeerde studenten, dear students, alumni, dear family, parents and friends. Het is al een paar keer gezegd, het is ondertussen 5 of iets meer jaar geleden dat jullie naar de universiteit kwamen. Maar ik ga er nog een paar maanden aan vooraf laten gaan. Toen kwamen jullie naar de infodagen. En een aantal onder u zullen toen ook mij ontmoet hebben. Ik was toen nog verbonden aan de faculteit en ik heette jullie welkom. Ik probeerde jullie
te overtuigen, samen met heel vele collega's en medewerkers, van het feit dat opleidingen, burgerlijk ingenieur, ingenieur, architect, ruimtelijke planning, stedenbouw, industrieel ingenieur, dat dat allemaal bijzonder boeiende opleidingen waren en zijn. En we zijn erin geslaagd om jullie te overtuigen van het feit dat dat boeiende en ook uitdagende opleidingen waren. En een tijdje nadien kwamen jullie dan aankloppen aan de grote poort van de universiteit. En inmiddels zitten jullie hier en zijn jullie afgestudeerd. Ik wil jullie daarvoor zeer hartelijk en zeer expliciet van harte feliciteren. Uiteraard in mijn persoonlijke naam, maar zeer zeker ook in naam van de hele universitaire gemeenschap. Ook wij zijn trots op het feit dat jullie afgestudeerd zijn. Some of you come from abroad. And those of you who came and come from abroad embarked for what I would call a life-changing adventure when you decided to become a student at Ghent University. And this adventure was, of course, in the first place, an academic adventure. Ghent University is a very prestigious university. We strive for the very highest standards, both in education and research. And yes, we expect both from our staff and our students to give it their best effort. And we expected exactly the same from you. You would have to work hard. And that is actually exactly what you all did. You worked hard, which is proven by the fact that you are here today. Your journey has been successful. It was a tough one. It was maybe a very tough one, but you have been successful. And today, it is told, symbolically in a sense, it is told to the world. Yes, you made it. On behalf of Ghent University, I sincerely congratulate you. Maar ik keer nog even terug, dames en heren, naar 5 of misschien 6, 7 jaar geleden. Ik ga naar de infodag, naar de onthaaldag liever. Ik ben een beetje in de war met mijn timing. Ik ga terug naar de onthaaldag. En toen stonden wij daar, medewerkers van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. En we heten jullie welkom. En we hebben jullie toen een paar dingen gezegd. We hebben gezegd dat heel veel mensen klaar stonden om jullie te helpen. Professoren, assistenten, hun medewerkers, mensen van het administratief en technisch personeel, zowel van de faculteit als van de hele universiteit. We hebben jullie ook gezegd dat jullie inderdaad een uitdagend pad hadden gekozen en dat jullie een aantal hindernissen zouden ontmoeten. Maar we zouden jullie helpen. Er stonden heel veel mensen klaar om jullie te helpen. En ik denk dat we die belofte toen gemaakt, hebben waargemaakt. And I would like to take this opportunity actually to explicitly thank all professors, their assistants, the staff of the faculty, the staff of the university. I would like to thank them. They deserve it to be thanked explicitly. And actually, I also congratulate them. I have been told that it was a tough journey, not only for you, but also for them. But they like tough journeys. And I was a student at the same faculty as yours. I was a researcher at the same faculty of yours. I was a professor, I was vice dean and dean at the Faculty of Engineering and Architecture. And actually, when I was standing right here, when I was a dean, during ceremonies like this one, then I dared to state that the Faculty of Engineering and Architecture is the best one of Ghent University. Of course, now I am a rector. I must be a little bit careful. I must watch my words, actually, but, well, you know what I want to say, right? Toen we jullie onthaalden, hebben we jullie ook verteld dat niemand in staat is en dat ook van niemand kan verwacht worden om 7 dagen op 7, 15 uur per dag of meer te werken. We hebben jullie gevraagd, en dat klonk toen misschien een beetje merkwaardig, maar we hebben jullie ook gevraagd
om niet alleen te studeren. Nu, ik ben gerustgesteld, ik heb de studenten aan het woord gehoord, er is wel meer gebeurd dan alleen maar studeren. En dat is prima. Ik haal dit even aan om jullie aan te raden en zelfs te vragen misschien om ook in jullie verdere beroepsleven wat tijd vrij te maken. Niet alleen voor professionele of aan het professionele gelinkte activiteiten, maar ook voor vrije tijd. Voor je naasten, voor je gezin, voor je partner, voor je kinderen die je misschien zal krijgen, voor je ouders, voor de mensen die jullie tot dusver zo enorm sterk hebben geholpen. Ooit zal de tijd komen, denk ik, dat zij ook wat hulp zullen kunnen gebruiken. Bied hen die hulp. Sometimes people ask me, Mr. Rector, Ghent University, what is that? What is Ghent University? Who is Ghent University? Well, in fact, the answer is very simple to that question. The answer is Ghent University is all of its people, all staff members, all students, and all alumni. And in the past year, dear students, alumni, in the past years, you have helped make Ghent University as it is today. And you will also help make Ghent University what it will be in the future. Therefore, be proud of your university. Be proud of Ghent University. Talk about it. Continue to propagate the values of your university, also as alumni. We, Ghent University, we are a socially committed and a pluralistic university that is open. Open to everyone, regardless of philosophical, political, cultural, or social backgrounds. Ghent University wants to have impact locally, nationally, and internationally. And we as a university, we are a university which is based on research, where searching is a duty rather than mere finding. We are a university, Ghent University is a university where facts matter. Ik wil ook even het woord richten aan de ouders, familie en vrienden, maar in het bijzonder wil ik het woord richten aan de ouders. Jullie zitten een beetje op de tweede rij, letterlijk dan toch. Nu, ik ben ervan overtuigd dat jullie dat niet erg vinden. Uiteindelijk gaat het over de jongelui die hier vooraan zitten. Het is hun dag, maar het is ook jullie dag. En expliciet dankjewel uitspreken ten aanzien van ouders, laat staan. Expliciet applaudisseren voor ouders is niet iets wat kinderen alle dagen doen. Ze hebben dat vandaag, ze gaan het nog een keer doen. Ja, dat mag best. Laat dit niet de laatste keer zijn dat jullie voor jullie ouders applaudisseren. Maar je hebt het nu twee keer gedaan, dat is fantastisch. Dit is iets, dames en heren, dat weten we allemaal. Ik ben ook ouder van hoger onderwijsstudenten. Dit is iets wat onze kinderen niet alle dagen doen. Jullie verdienen het, dit applaus. Jullie verdienen dit, dankjewel. En ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ik zeg ook dankjewel namens de universiteit. Dankjewel voor het feit dat jullie kinderen in zekere zin gedurende een aantal jaar aan ons hebben toevertrouwd. Dear parents of our students, explicitly hearing children say thank you or receiving a round of applause from them, this is something that doesn't happen every day. But today is a special day. Your children indeed owe you a great debt of gratitude. And the university should say, and I am saying thank you as well, for having entrusted your children to us. Dear students, alumni, I address myself now one last time to you. You are privileged. You are extremely privileged. You are talented. And you have been able to count on excellent support from many people, from your parents, from professors, their assistants, and so on and so forth. Never forget that not everyone in the world is as lucky as you have been until now. And you know, these privileges, they come with responsibilities. Sometimes people ask me, how do you see the future?
How do I see the future? Well, the answer to that question is very simple as well. I see the future right in front of me during solemn proclamations like the one we are having today. You will make the future. You are the future. You have to make the future. Our future is yours, and your future is ours. And that is the responsibility that you have in the first place. You obtained a diploma. You are privileged, as I said. But it doesn't end now, it starts. You have to make what we will be in the future. And in a couple of minutes, you will leave this building. In a sense, you will leave the university. In a physical way, this is right. But I dare to ask you, and it has been asked before by the dean and by others, I dare to ask you, please come back. Tell us about what you're doing. Tell us about your journey after today. Tell us about the future you will make. Never forget that by now you became a part of the history of Ghent University. Ghent University will forever be a part of you as well. Yes, you will leave this building, but we will never leave you. We are inside you. Ghent University is part of you. Once a Ugandan, always a Ugandan. Beste gepromoveerden, beste collega's, beste Ugenters voor het leven, ik vond het een voorrecht om hier voor u te mogen staan, om voor u te mogen spreken. Ik vind het ook een voorrecht om te mogen afronden met 4 eenvoudige woorden. Ze zijn eenvoudig, maar ze zijn wel de essentie, denk ik, van wat ik te zeggen had en heb. I said a lot. It's time to conclude. It's closing time. I will conclude with 4 words. They are the most important ones that I have said today. And these 4 words are, good luck to you. Het gaat jullie. Mag ik aan alle aanwezigen vragen om recht te staan en aan de gepromoveerden om de kap af te nemen voor de volksliederen.
Dames en heren, beste pasgepromoveerden, we zijn aan het einde gekomen van deze plechtige proclamatie. Om de traditionele groepsfoto's te maken, zou ik willen vragen aan alle ouders en andere sympathisanten om als eerste het auditorium te verlaten. Onze kerstverse gepromoveerden, de prijsuitreikers, de professoren en de eretafel blijven nog eventjes zitten voor de foto's. Alle foto's die we straks en vandaag genomen worden, zullen later op onze facultaire website komen en kunnen jullie daar dan terugvinden. Namens de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur wil ik jullie allen van harte bedanken voor jullie aanwezigheid en u ook allen uitnodigen voor de receptie die buiten op het studentenplein zal plaatsvinden. En aan alle pasgepromoveerden nogmaals onze hartelijke felicitaties. Ik ga dan aan alle studenten en pas gepromoveerden eigenlijk.
Thank you.